ze haar ouders zijn vroeg gestorven, dan woont ze helemaal alleen met een steenuil. Ze is er vertrouwd. Stout of niet stout, ze wordt alvast niet in de steek gelaten door deze bezemdanseresjes. Nee, die brengen hulde aan haar, aan hun meesteres. Ook weer de eerste stapjes die worden gezet door de jong meisjes, zou ik zeggen. Om later dan heks te worden, volwaardige heks. Cefa zelf die ziet er onuitspellend en gevaarlijk uit. Terwijl iets aan de hand hebben met een van haar begeleidsters wel eens op een gezellig rondje zou kunnen uitdraaien. Ja, want ze was heel gevaarlijk. Was een ferme klosse, zoals dat heet. En de koninklijke harmonie Sint Cecilia uit Beeselaren die speelt op eigen veld. Ze moeten dus het hele traject al echt in de benen hebben zitten. En voor deze gelegenheid zijn ze ook uitgedost in een nieuw aangepaste kledij met het oog op het onderwerp van deze stoet, nu wel genoegzaam bekend, dacht ik. Ik laat je even meeluisteren naar deze heksenmuziek, waarmee zij telkens weer Cefa begint.